Het is vandaag 1 januari 2016 en namens Midvliet wensen we iedereen heel gelukkig nieuwjaar. En wij zijn nu vandaag bij de Wassenaarse nieuwjaarsduik die voor de 17e keer wordt georganiseerd door de Duintrappers. En ik sta hier voor de auto van de Duintrappers. En de Duintrappers organiseren al een hele tijd de nieuwjaarsduik in Wassenaar. Hoeveel jaar doen jullie dat al? Ja, dit is de 17e keer dat we dit gaan organiseren. En u bent, in welke hoedanigheid bent u hier? Nou, de Duintrappers is een verzameling van 23 mannen die elke week hardlopen. Ja. En een van de activiteiten die we de afgelopen 17 jaar erbij hebben gedaan, is dat we op 1 januari, in het begin voor onszelf, een nieuwjaarsduik organiseren hier aan de Wassenaarse Slag. Heeft u zelf ook wel eens meegedoken? Ik duik elk jaar mee natuurlijk. Oh ja? Ja, uiteraard. Dus dat kunnen we straks meemaken? Dat kunt u straks meemaken. Nou, dit is meneer Maas van der Veen, een van de mede-organisatoren. Maas, heb jij nog iets bijzonders te vertellen over deze... Ik wou even zeggen dat het prachtig weer is. Mooie zon. Ja. Het is temperatuur van het water is 8 graden. Buitentemperatuur 4 graden. Dit is ongekend, hè? Dit is ongekend hoge temperatuur. Ja. Dus we blijven er allemaal lekker lang in. En dan goed begin van het nieuwe jaar weer. En ik zie dat jullie van die mooie Unox-muts op hebben. Dus jullie hebben al vaker gedoken. Ja, we hebben vorig jaar ook gedoken. Vorig jaar hebben we het gedaan, hoe heet dat nou, als eerbetoon aan ons nichtje wat overleden is. Oh, oké. Okay. Dus daar zijn ook de mutsen van overgebleven. Oh, oké. Okay. En haar laatste wens was om met haar vader de nieuwjaarsduik te doen. Yes. Ja, dus dit jaar doen we het voor alle mensen die gewoon in gedachten die ziek zijn en die gewoon eigenlijk als... Hart onder de riem. Hart onder de riem, dat was hart hem. Hart onder de riem, duim omhoog. Hart onder de riem en duim omhoog, inderdaad. Precies. Ja. Nou, heel veel succes. Het Dankjewel. Water schijnt 8 graden te zijn, dus ja, we willen het niet weten. Nee, nee, waarom? Oké, okay. Succes. Hé, hey, hartstikke bedankt. Doei. En Lara, wat doen jullie hier namens WZK, behalve strakjes gaan duiken natuurlijk? We zwemmen heel vaak, wedstrijd zwemmen en we doen ook waterpolo, maar ik doe wedstrijd zwemmen. Oké, nou Alex, kom eens even hier. Jij bent ook namens WZK. Ja, wij zijn ieder jaar zijn we hier aanwezig. Ieder jaar. En hoeveel mensen doen er dit jaar mee van WZK? Geen idee. Het is altijd een beetje kijken wie er komen, maar zoals je ziet, het is een aardige opkomst. Ja, daarom. Dus dan, precies, je hebt in ieder geval een vlag staan. Daarom, we hebben in ieder geval een vlag. We zijn herkenbaar in beeld en we gaan eigenlijk lekker het warme water in. Goed zo. Nou, het schijnt goed, goede temperatuur te zijn. Het wordt gewoon warm. Dus ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Oké. Okay. Ik sta hier naast meneer Potcher, als ik het goed heb. Ja. Ja, goed is dat, hè? Gaat u meedoen aan de... Ja, zeker. Ja, heeft u al vaker meegedaan? Nee, het is de eerste keer dat ik mee ga doen. Vorig jaar heb ik alleen toegekeken. Oké. Okay. En nu heeft u gedacht, nou is het mooi weer. Het is nu zulk lekker weer, nu moet ik meedoen. Nu moet u wel, ja, hè? Nu moet ik wel. Nu moet u wel. En de kinderen die gaan ook kijken? De kinderen gaan kijken, ja. Die kunnen nog niet meedoen. Mijn zusje gaat meedoen. Oh, je zusje gaat ook mee? Ja, mijn zusje gaat meedoen. Oh, leuk. Start to run, dat is het rennen naar de zee toe? Ja, ik ben voorzitter bij het Tri-team en dat is een hardloopvereniging in Wassenaar. Ja? En in samenwerking met de Atletiek Unie wordt Start to Run gehouden. Dus voor mensen die voor het eerst gaan hardlopen. Ja? En dan word je in 6-7 weken word je dus begeleid van nul niveau naar een niveau waarbij je 3 kilometer kunt hardlopen. Ja? Dus mensen die graag willen gaan hardlopen. Kom naar Wassenaar. Als je daar woont, dan woon je er al. Dan kan je naar 9 januari naar LJ Sport komen. Krijg je informatie. En het is echt ontzettend leuk. Dus doen. En meneer Sanninga is voorzitter van de Oranje Vereniging. Jij gaat meedoen deze keer, neem ik aan. Ja, exact. Ik vind het een hele verleidelijke optie. Ik heb dit in het verleden ook gedaan, maar het is in Wassenaar. En juist door de besloten omvang heeft het nog iets persoonlijks. Wat denk ik veel sterker hier aanwezig is dan bij zoveel strandduikexpedities elders. Ik vind ook dat het een ontzettend mooie outfit heeft. Ja. Die laarzen gaan waarschijnlijk wel uit, toch? Die laarzen, dit zijn laarzen die heb ik in Rusland gekocht. Ik weet uit ervaring, zolang je maar warm aangekleed bent tot het ultieme moment, dan is het heel goed uit te houden. Oh ja? Is dat ja. Ja, prima. Ja, het was heerlijk. Was het lekker? Ja, het was lekker weer. Ja, lekker. Het was warm. Ja, ik ben alleen mijn zonnebrand vergeten. Dat is wel jammer. Dat is wel een beetje jammer natuurlijk. Maar, maakt niet uit. Hoeveelste keer is dit? De 17e. De 17e? Ja. De 17e keer meegedaan. De 15e keer. Koud. Was het? Koud. Koud. Koud en heel verfrissend. Gaan we afdrogen.
helemaal wakker. Deze meneer heeft ook mee gedaan aan de nieuwjaarsdag. Ja, uiteraard. S'avonds event als morgens absent, maar deze keer anders. Andersom. Ja. Precies. Ook al voor de 17e keer? Nee, tweede pas, helaas. Ja. Gaan we gauw afdrogen, dan heb je straks een longontsteking. Ik kom helemaal herboren. Ja, precies. Ja, je moet wel even door. Ja, dat kan me voorstellen. Want anders dan, nu is het lekker. Ja, ik denk dat de mensen hier het warmer hebben, of ik heb het warmer dan de mensen aan de kant. Dat zal best. Hoe was het? Ja, heerlijk. Lekker warm. Ja, dat was echt lekker warm. Ja, dat warmde ik al. Bepaal niet koud. Voor de hoeveelste keer? Eerste keer. Goed zo. Vijfde keer en helemaal gezellig. En het mooie weer. Dat ja, dit is echt natuurlijk. Heerlijk. De eerste keer dat ik het deed was -3. Ja. Het was echt heel koud. Ja, een stuk minder, ja. Maar deze was helemaal top. Ja. Hey, goede jaren. Kijken. Het was super. Was het super? Super. Ja. Heb je het al meer gedaan? Nee, dat de eerste keer. Eerste keer. Oké. Waar komen jullie vandaan? Duitsland. Jutland. Duitsland. Litouwen. Litouwen. Oh, dat is van heel ver weg. Hè? Vragen? Ja. Hoe was het? Oh, heerlijk. Ja? Fantastisch. Ja. En dan de mooie oranje ding. Is dat bij gebrek aan een muts? Of, Nee, een muts had ik ook. Oh, maar die is, ik ben nu een kopje onder gegaan. Jeetje, Mina. Nou, dat vind ik wel heel stoer, zeg. En is het de eerste keer dat u meedoet? Eerste keer. Okay. Fantastisch. Ja. Ja. Dit is een mooi begin van 2016. Zeker weten. Nou, het allerbeste dan. Ja, dank je. Hij komt uit Iran? Hij komt allemaal uit Iran. Allemaal vluchtelingen uit Iran. Nu in Duinruil. Ja. Nou ja, goed. Is weer eens een hele leuke Hollandse traditie om mee te maken. Leuke Hollandse traditie, mooie dorp. Ja. En zij worden ook goed verzorgd in Wassenaar. Oh, goed zo. Dus ik ben er heel erg trots op het Wassenaarse volk. Nou, ze hebben goed gedaan. Oké. Okay. Did you like it? Yes. Oké. Okay. Very good. Ja, very good. Oké. Lieke, jij bent hier eigenlijk in een speciale hoedanigheid, begreep ik. Ja, ik ben als begeleider van een groepje van 4 hele dappere Syrische jonge knullen die dat wel eens wilden meemaken en die de zee wel eens wilden voelen, hoe koud dat nu, nu was. Ze hebben meegedaan, mee in de zee in. Het enige nadeel was dat ik dan ook wel moest. Maar goed, het viel mee vandaag, moet ik zeggen. Ik heb het vorige jaren gedaan, het was een stuk kouder. Dus ik heb ook tegen ze gezegd, normaal met sneeuw en ijs is het erger. Ja. Dus, Hey! Heel goed! Hoe was het? Super! Ja, het was echt heel leuk. Ja. En je maakt geen gebruik van de kleedcabine, zie ik. Er is daar een kleedcabine boven, hè? Oh, maar dit gaat net zo handig, toch? Gaat net zo makkelijk. Ja, dat zijn wij gewend, hè, van onze generatie. Altijd met de handdoek om. Dus. Hoeveelste keer is het dat u het doet? De eerste keer. Oh, de eerste keer? Ja. Heel leuk. En bevallen dus? Volgend jaar weer, hè? Volgend jaar weer. Ja. Dus ieder jaar aanwezig hier? Ja, gewoon altijd als ze vragen of er mensen van de reddingsbrigade komen. En dan zorgt de reddingsbrigade met een bepaald bestuur die vraagt gewoon of mensen willen komen. En dan komen we met een bepaald clubje. En met hoeveel mensen zijn jullie dan hier? Met z'n 10 denk ik, of niet? Goh, dat is toch een hele club om de boel in goede banen te leiden. Ja. Nou, ik zou zeggen, goed werk dat jullie gedaan hebben. En er is niks bijzonders gebeurd? Nee. Niks bijzonders. Nou, helemaal goed. Oké, dankjewel. Nou ja, ik heb Wim Hof training gehad. En, Dan moet dit lukken, hè? Dan moet dit lukken. En jullie hebben ook nog een heel nieuw evenement wat jullie gaan doen. Behalve deze spectaculaire duik. Ga je absoluut. Nog iets veel spectaculairder doen? Ja, absoluut. Vertel daar dan over. We gaan op 1 februari gaan we de Kilimanjaro beklimmen voor War Child. Voor War Child. Dus jullie kunnen gesponsord worden en dan... Ja, absoluut. En dan gaan jullie daar dan beklimmen en het geld daarvan gaat naar War Child. Ja, helemaal. Heb ik dat goed? Helemaal. De reis en zo bekosten we allemaal zelf. Ja. Maar inderdaad, alle donaties gaan direct 100% naar War Child. Ja. Nou, ja. Ontzettend goed. Ja, dus gewoon War Child en dan Frilly naar de Kili. Friso en Lisbeth, hè, wij. Ja, ja, ja. En dan Frilly naar de Kili en dan komt hij bij onze actie terecht. Nou, deze mensen zijn erin geslaagd om de zee in te gaan en hun haar heel netjes te houden. Dus hoeveelste keer is dit, Marjan, dat je dat doet? Ik denk de vijfde keer misschien. Vijfde keer? Nou, ik vind het geweldig. Ik alleen met mijn 2 tenen. En John, heb jij ook je schoen uit gehad? Nee. Terwijl de meeste mensen zich al aan het afdrogen zijn en niet weten hoe snel ze weer aan de kant moeten komen, zijn er altijd nog weer mensen die nog een keer de zee ingaan. Die dames daar gaan er nu voor de derde keer in en die kunnen er geen genoeg van krijgen.
Ja, het was een fantastische ochtend. Ja, ja, we hebben ongeveer 250 duikers. 250 mensen in zee zien duiken. Zo. En 250 kijkers gezien. Ja. Nou, dit is toch een fantastisch begin van het jaar. Absoluut. Ja? Ik hoor van mensen die komen echt van heinde en verre. Ja, ja. Want die vinden dit zo leuk. Ja, zo dit heeft wel wat. En iedereen wenst elkaar een voorspoedig 2016. Zeker. En het is ontzettend leuk om te doen en het is ontzettend leuk om dat zo te zien. Nou, het is een fantastisch succes weer. Ja. En jullie doen goed werk. Nou, we gaan het boel weer inpakken. Dat gaat in het vet. Ja. En volgend jaar doen we het nog een keer. Goed zo. Dit is een mooie afsluiting. Ja. Oké. Dankjewel, Hubert. Dankjewel.